Hey man, ik heb gespijbeld. Waarom? Nou ja, ik dacht. Het zijn altijd voorbereidingen die ik er altijd uitknip als ik een video begin, maar ik dacht, ik laat ze er gewoon even in nu. Jongens en meiden, in ieder geval, welkom terug hier bij een nieuwe video. Welkom terug bij een nieuwe dag in het leven waar we allemaal mooi weer zijn. Ja, ik hoop dat het allemaal hartstikke goed gaat met jullie, met mij wel in ieder geval. Kijk, ik heb leuk spul. Oh, fuck! Oh, mijn god. Oké, ik hoop dat hij weer schoon is. Maar in ieder geval, voordat wij deze video beginnen, wil ik eventjes iets zeggen. En dat is... De film The Mummy draait vanaf 7 juni in de bioscoop in 3D en IMAX 3D. En hier zie je een stukje van de trailer, zoals je kan zien. Het linkje van de trailer staat hier in de beschrijving. Daar kan je hem helemaal bekijken. De film gaat dus over Tom Cruise. Je kent die gast wel, dit jaar. En een oude prinses die in haar graftombe wakker wordt in Egypte. En zij is dus vastberaden om wraak te nemen en wil met haar duistere krachten over de hele wereld gaan heersen. Klinkt spannend, I know. Maar 7 juni is de film dus in de bioscoop. Linkje ervan in de beschrijving. Maar we gaan nu weer door met de video. Ja, oké. En ik heb weer een andere trui aan. Inderdaad, dat klopt. Jongens en meiden, waar wij het vandaag over gaan hebben, dat is iets wat ouders altijd tegen je zeggen. Jullie weten natuurlijk, ik betrek altijd mijn ouders in mijn video's. En daarbij zullen ze vast wel eens dingen zeggen van die bij jullie ook wel eens voorkomen. Dat jullie gewoon precies herkennen van, oh, dat zegt mijn moeder ook wel eens. Ja, dat zijn dus dingen waar wij het vandaag over gaan hebben. Doe alvast natuurlijk dat blauw duimpje omhoog op deze nieuwe video. Dat zou echt super vet zijn. En weet je wat? Laten we maar beginnen. Ik ben benieuwd of dit herkenbaar gaat worden voor jullie. Hallo. Hey, ik ben hier. Oké, ik sta hier weer in de woonkamer. En als ik in de woonkamer sta, dan betekent dat natuurlijk dat het een sketchvideo gaat worden. Stel je voor, jij loopt natuurlijk gewoon lekker door een deur en je ouders zitten hier zo in de woonkamer. Ik ben toch in het ziekenhuis geboren? In het ziekenhuis gaan de deuren toch ook gewoon automatisch dicht en open? Waarom zou ik hem dan hier wel dicht doen? Ja, oké, daar heb je gelijk in. Ja, ik doe hem zelf wel dicht. Hey, zo erg serieus. Dat is echt een goeie. Die bedenk ik me nu net ineens van, hey, wow. Die ga ik voortaan gewoon altijd zeggen tegen mijn ouders als ze vragen, ben je in de kerk geboren? Nou, nee. Nu heb ik mezelf dicht gedaan. Maar jongens en meiden, je hebt vast wel eens gehad dat je natuurlijk iets heel graag wilt. Dat je een cadeautje echt super graag wilt en vervolgens gebeurt er dit. Hoi mama. Mama, ik heb een hele mooie speelgoedauto gezien. Mag ik die hebben? Ja, lieve schat. Dat moet je toch echt even aan je vader vragen. Ja? Oké, is goed. Is goed, mam. Kan je nu weer weggaan? Want ik probeer televisie te kijken. Dank je wel. Hey pap. Mag ik deze auto hebben? Mag ik die hebben? Ik heb hem gezien en ik vond hem heel erg leuk. Ja, dan moet je even aan je moeder vragen, lieve schat. Moet je even aan je moeder vragen. Ja, what the fuck is dit, mama? Mama, ik dacht dat ik het aan jou moest vragen. Stomme. Ik wil gewoon die auto. Oké, vraag me niet waar ik een random stoel vandaan hield. Ja, oftewel, je vraagt iets aan je moeder en je moeder zegt... Vraag het aan je vader! En je vader zegt, vraag het aan je moeder. En dan? Wat dan? Ja, dit is iets wat bij mij echt super vaak voorkomt. Ja, het is best wel irritant. Oh man, alsjeblieft, laten we gaan eten. Ik heb echt honger. Nee, schat. We gaan straks eten. Alleen kinderen in Afrika hebben honger. Jij hebt gewoon trek. Oké? Begrepen? Ben je helemaal gek geworden? Nummer over, dat doen we niet, hè? Ja, die ene hoorde er ook bij eigenlijk. Die ben je helemaal gek geworden. Maar het ging er dus om dat je ouders altijd zeggen... Nee, je hebt trek. Of dat zeggen oma's ook wel eens. Ik hou van mijn oma, ik hou van iedereen. Maar die zeggen dat ook vaak. Alleen kinderen in Afrika hebben honger. Gio, kom je naar beneden? Ik ga lekker niet komen. Ik ga lekker niet komen. Gio! Giovanni Lator! Ik
Ik zweer het je. Ik zweer het je. Als je ouders je bij je volledige naam noemen, als ze je voor- en je achternaam zeggen, dan menen ze het. Dan is het echt menes. Je weet gewoon altijd, als ze dat zeggen, dan wordt die shit serieus, jongen. Dan moet je echt als, zo snel mogelijk gewoon luisteren. Hey mam, ik heb gespijbeld. Waarom? Nou ja, ik dacht, Daan spijbelde ook, dus ik dacht, ja, dan ga ik ook maar spijbelen. En ja, het was best gezellig. Oké, dus je wilt zeggen dat als Daan in de sloot springt, dat jij ook in de sloot springt? Hè? Wil je dat ook zeggen? Ja? Ja, ja, eigenlijk wel. Oh, wacht, ik word gebeld. Hey Daan! Hey! Oh, ben je in de sloot gesprongen net? Oh echt? Waar zo? Oh, waar ben je achter? Oh, oké. Ik kom eraan. Wacht, ik ga ook in de sloot springen. Wat moet ik nou met mijn kinderen? Ja, dit is gewoon echt altijd wat er gezegd wordt. Altijd. Dus als hij in de sloot springt, spring jij ook in de sloot. Het is ook echt letterlijk nooit iets anders of zo. Het is nooit iets van... Dus als hij zijn piemel eraf bijt, bijt jij ook zijn piemel er... Oké, je snapt wat ik bedoel. Het is nooit een ander voorbeeld. Altijd de sloot. Hey mam, ik vind het eigenlijk echt niet leuk. Bij Jan mag ik wel altijd gewoon in mijn neus peuteren. En dan mag ik gewoon altijd mijn snot opeten en zo. En dan vind ik het altijd heel erg lekker. Waarom mag dat thuis nooit? Nou... Weet je, als het bij Jan altijd lekker wel mag, dan ga je toch lekker daar wonen, hè? Ga dan maar lekker daar wonen, hè? Doei! Ja, oké, is goed. Dan ga ik mijn koffers wel halen, hè? Doei! Nee, wacht, zo bedoel ik het niet! Nee, schatje! Ik vraag me echt af of er wel eens iemand is geweest die het letterlijk gewoon heeft... opgevat zo en dat hij ook gewoon bij die persoon is gaan wonen. Zou misschien best wel eens kunnen. Altijd als er iets bij een ander wel mag, dan zeggen je ouders gewoon heel vaak... Nou, dan ga je toch lekker daar wonen als het hier niet mag, hè? Doei! Totdat je het echt doet, ja. Lieve schat, kom je eten? Eten staat klaar, kom je eten? Ja. Oh, echt fijn, lekker eten. Oh ja, sorry. Ik was nog bezig. Sorry, ik dacht, dan kom je alvast. Dan ga ik wel weer terug, hè? Het moment dat je moeder of je vader je roept om te eten... en vervolgens kom je beneden en het staat er gewoon niet. Waarom roep je dan om te eten? Ik heb dit zo vaak gehad. Oh, ja jongens en meiden. En toen was ik weer terug in mijn kamer. Dat was de video voor vandaag. Dingen die ik haat aan ouders die ze zeggen. En ja, ik hoop dat ze herkenbaar waren. Was het nou niet zo, ja, dan jammer dan, hè? Dan niet, hè? Hè? Wat is dit? Maar, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat eens maar achter in de comments of het herkenbaar was. Mijn ouders doen het dus inderdaad echt super vaak. Dat ze me gewoon roepen voor het eten en het staat niet klaar. Dus dat is ook echt fucked up. Ja, dat is wel haar leven. Nee, ik hou echt van mijn ouders hoor. Dat sowieso. Maar dit zijn gewoon grappige dingetjes. En dan wil ik jullie dus nu echt bedanken voor het kijken. En dan zeg ik... Later!